We staan hier bij dames van Van Moer Racing. Een junior en een nieuweling. Stel jezelf maar voor. Ik ben Lente, ik ben 18 jaar en ik ben tweedejaars junior. En jij bent? Ik ben Katrijn, ik ben 16 jaar en ik ben tweedejaars nieuweling. Ja, wat staat er voor jullie op het programma hier? Ik denk vandaag weer goed koers maken en een paar keer iets proberen en hopelijk een mooi resultaat neerzetten. En als je iets gaat proberen, waar ga je proberen? Hier op de berg? Ja, omhoog. Dat ligt mij het meeste dus. Je hebt wel het postuur ervoor, denk ik, hè? Ja, denk het. Ben je een soort klimmer? Ja, inderdaad. En wat jou betreft? Ik denk dat ik voor de jongeren trui ga. Ik denk dat dat ook misschien wel haalbaar is voor mij. En ik ben goed in sprinten, dus waarom niet? Dus grote ambities, de jongeren trui, dat is meteen raken. Ja, eigenlijk wel, maar ik heb nog een Alois die mij helpt, dus ik denk wel dat dat goed kan komen. Dus de ploeg is een beetje om jou gebouwd vandaag? Een beetje wel, maar ook om de anderen te helpen, dus we staan hier niet alleen, we staan hier als ploeg en je moet samenwerken als ploeg en dan kom je ver. Wat zijn de moeilijkheidsgraden van het parcours hier? Ik denk de klimmetjes en ook wel opletten in de afdaling, want ze liggen er een beetje gevaarlijk bij. En wat is gevaarlijk dan? Dan denk ik aan grind, gravier? Ja, zand. Steentjes? Zand in de bochten en veel putten. Wat moet er dan gebeuren met die putten en het zand? Voor het zand goed uitkijken dat je die uitschuift en bij de putten aanduiden, zodat je achterligger of je ploegmaten er niet in rijden, zodat ze niet platvallen. Jullie starten 3 rondes na de andere dames, dacht ik? Ja, inderdaad. Wij hebben 6 rondes af te leggen. Is dat een makkie? Nee, denk ik, hè? Het gaat wel redelijk zwaar worden, maar als we er samen voor staan, dan gaat het wel wat goed komen, denk ik. Dus. En wat betreft jullie versnellingen zijn ook heel anders, dacht ik, hè? Ja, ik denk dat wij 4 of 5 tanden verschillen bij elkaar. Nieuwelingen en junioren. Dat is dan makkelijker voor jullie? Ja, in de afdeling zeker wel. Dan ga je zwijven of zo? Ja, dan moeten zij maar goed in ons wiel kruiden en dan komt dat in orde. Wanneer is jouw wedstrijd geslaagd? Als ik een goede koers heb gemaakt en een goed resultaat heb neergezet. En voor jou? Als ik een goed resultaat heb. Zonder trui, niet tevreden? Jawel, ook wel. Maar de trui is gewoon mooi meegenomen. Zijn benieuwd. Ik hoop het ook. Welke kleur heeft die trui? Wit? Ja, wit. Oké. Veel succes. Dank u wel. Dank u wel.